Wij zijn omdat anderen waren. Wij zijn zowel de een als de ander tegelijkertijd hier op aarde, hopelijk samen voor elkaar en voor alle anderen na ons. En vandaag in alle vrijheid om te vieren, vandaag hier met zoveel rijk in onze verschillen bij elkaar, vandaag is vandaag en juist vandaag ook meteen de vraag. Wat willen we achterlaten? Wat willen we achterlaten voor onze kinderen en alle mensen na ons? Wat kunnen we de komende tijd anders doen? Wij. Jullie, jij en ik, wij, lijken soms te vergeten door alles wat er gaande is in de wereld dat we allemaal van invloed kunnen zijn. Wij, die in alle vrijheid de ruimte hebben om verder te kunnen kijken en te beseffen dat veel conflict eigenlijk best dichtbij, vrij confronterend, maar gelukkig zijn we nog steeds vrij. Vrij van alles aan te kaarten, vrij van alles te delen. Vrij ons gedeelde verleden, ons gedeelde heden. En toekomst in vrijheid, vrijheid, wat betekent dat voor ons? Het is sowieso niet aan mij om dat te bepalen voor de ander, maar we zijn zowel de een als de ander, dus het gaat altijd over ons. Hoe vormen wij samen één front? Wij die iets anders mogen vinden op de momenten die het toedoen, gisteren, vandaag, morgen. Wij die naast vaker stilstaan en vieren elkaar kunnen blijven herinneren aan hoe het was, hoe het is en hoe het kan zijn. Anders kunnen handelen, meer uit liefde, wij alle in een positie om andere definities te geven aan wat het betekent om vrij te kunnen zijn. Vrij. Vrij om te spreken. Vrij om te kiezen. Vrij om te geven. Vrij om van betekenis te kunnen zijn. En dit is voor wie de schoen past. Voor wie voelt dat er meer is en meer kan. Dit is voor de doeners en doorzetters, verbonden door mindset, de nieuwsgierigen onder ons, de nieuwe generatie die de lijnen uitzet. En ik voel me vrij. Vrij mijn verhaal hier te vertellen over hoe wij meer impact, over hoe wij meer van betekenis, over hoe wij steeds meer hoopvol, over onze generatie als we meer stilstaan bij onze rol en nadenken over een rol die bij ons past op een plek waar wij meer staan in onze kracht. Omdat wij zijn wat anderen waren. Wij zijn zowel de een als de ander met meer mogelijkheden voor anders, voor elkaar en voor alle anderen na ons. Voor beter, voor verandering in de naam van vrijheid, omdat het kan. En als we meer stilstaan bij onze rol over urgentie, wellicht werken bij Defensie. Dank jullie wel.